vader van Pieter Jan Posma hier vlak voor de medal race. Bent u een beetje zenuwachtig? Ja, ja. Zeilers zijn altijd zenuwachtig voor de wedstrijd. En wij krijgen eerst een stage om 1 uur en dan om 2 uur Pieter Jan met de vloot. En hij staat er goed voor. En ja, op basis daarvan hebben we veel vertrouwen in dat het goed komt. Ja, want we kennen hem nu al een aantal jaar en hij zou het op zich wel moeten kunnen. Ja, hij is van een week een slechte dag gehad. De dinsdag, een 20 en een 13. Anders was het nu niet zo spannend geweest. Dan had hij zeker tussen de medailles gezeten. En nu, na de slechte dag, blijven we hopen dat het allemaal weer goed komt. Ja, want dat kan allemaal. Hij kan zelfs nog goud pakken, maar hij kan ook zesde worden. Hij kan, inderdaad. Ben Ainsley en de Deen die staan torenhoog bovenaan. Maar als die met elkaar iets gaan doen, een spelletje, en die gaan de bossen in, dan heeft Pieter Jan een kans, als hij 1 wordt, dat hij goud kan meenemen. Weten we vanavond. Hij was gisteren erg positief. Wij spraken toen met hem. Volgens mij zit hij goed in zijn vel. Hij zit inderdaad na dinsdagavond, toen hij dus die downslag kreeg, is hij weer opnieuw zich gaan nestelen. En ja, hij zit nu weer goed in zijn vel. Ja. In het begin was het volgens mij nog de spanning, want toen had hij een paar slechte potten, zei hij zelf. Maar dat was gemiddeld wel aardig. En daarna natuurlijk donderdag 2x2 en vrijdag een 1 en een 2. Of juist andersom, een 2 en 1. En nu vandaag moet hij dat tempo maar even doorzetten, vinden we. 2-2, 2-1 en hopen vandaag een 1. Maar het mag ook een 2 of een 3 zijn. Dan zijn we zeker van een medaille. En daar is het, daar rekenen we op. Daar is het allemaal om gedoen geweest de afgelopen jaren natuurlijk. Ja. Ja. Jullie staan hier nu in de rij met uw vrouw en de buurtjes. Die zijn gezellig overgekomen. De overburen die zijn gisterenmorgen uit Ter Kappelen vertrokken. En de buren naast ons zijn met 1 auto zijn ze hierheen gekomen. Hebben vannacht bij familie geslapen en stonden hier om 10 uur al voor de poort. Keurig. Ja, gezellig sowieso. Support is volgens mij goed aanwezig van het Nederlands team vandaag. Ik wens jullie heel veel succes, heel veel plezier. En laten we hopen op een mooie plak straks. Reken op. En dat is wel een vraag. Those guys, dank u wel. You know, still happy for us and it meant so much, the crowd today. We have still got the medal race for the Finns to come up. We volgen met de familie en fans van Pieter Jan Posma de allesbeslissende medalrace op de Nottetribune. Zijn grote concurrent Ben Ainsley, daar moet hij voor blijven vandaag. Er zijn veel Engelse fans aanwezig op de tribune. En dan gaat hij van start. Vader Posma kijkt aandachtig en telt de punten mee. Dan lijkt het erop dat Pieter Jan Posma op gouden koers ligt. Het enige wat hij nog moet doen is finishen. Maar hij schijnt plotseling de camera achter op de boot van de Nieuw-Zeelander te raken en moet een strafrondje draaien. Hij lacht en gewoon, ah man! Alle kansen op een medaille vallen hierdoor in het niets. Pieter Jan Posma finisht als 5e, wordt 4e overal en dat is natuurlijk een grote teleurstelling. Voor de Engelsen een groot feest, Ben Ainsley wint het goud en schrijft zelf geschiedenis.